Lozano. Lawal. Een bal achter de man. Geen vaart in een aanval krijgen natuurlijk. Nog eens proberen. Youssouf Lawal een buitenspel lijkt me dit. Maar Ben Saïd mag doorgaan. En ook afwerken. En het is meteen raak. De vroege voorsprong voor Sporting Lokeren. In de 9e minuut. Ben Saïd deed het ook. 2 weken geleden tegen Virton. Vroeg scoren. Daar komt Mercier over de muur. En hij schampte de paal. Heel dicht was hij erbij, Xavier Mercier. Opnieuw. Henri. Goeie sleep is dit. En dan is de hoek heel erg scherp. En is daar Van Dammen aan de eerste paal om te ontzetten. En dan hebben ze bij Uithevelen Leuven handspel gezien. Heeft u zo'n warm applaus, dames en heren. Ik heb de tel nog altijd. Schuurmans. Mooi die tik van Mercier. En dan Maartens. De Fournier. Opnieuw hij. Eerste echt grote kans voor de Leuvenaars in de tweede helft. Mooi tikje weer van Mercier. Henri, nu dan. Jawel. Daar is toch de verdiende gelijkmaker voor Uithevelen Leuven. En wat een geweldige bal weer van Xavier Mercier. Thomas Henri. Weer hij. Dit is een goede loopactie van Amano. De hoek scherp. En dan ligt de lat te laag voor Yoon Amano. Tjonge jonge, dan komt Lokeren er eens uit. En dan zijn ze heel dicht bij 1-2. Mercier. Goed aangesneden. Daar is Perbij. En daar is de 1-2 voor Uithevelen Leuven. Maar ook het buitenspel. Ook het buitenspel. En dus geen 1-2. Ja, zeg het maar. Geen VAR en geen lijn. Dit is heel erg nipt.